Gaat allemaal moeizaam, maar wel veel balbezit in ieder geval. Oeh, ruikt dan lopen, maar wel gelukt uiteindelijk. En Levi, en nu wel langs. Ja, 5 punten voor Hammond, 7-7. Naar de ring gegaan, afgemaakt door Cole. Ja, te makkelijk hoor, Martin, langs 2-3 man. Zit hem daar, 2 seconden nog, wordt afgeteld vanaf de bank. En top tijd ingelegd door Levi, die naar 4 punten gaat. Via Van Bree de bal naar Collins, die lekker ingevallen is. Ja, Jong maakt ruimte, zodat die lay-up gemaakt kan worden door Wenskes. Heeft daardoor gewoon die ruimte om die rebounds te pakken. Ik weet niet of de 3 internationals van Leiden al met hun hoofd bij Georgië zijn. Hammond is in ieder geval met zijn hoofd bij een 5 van de basket en dan die midrange. En die valt prima. Goeie paas. And one. Bij de ring gekomen. Fout van Hammond. Open lay-up. Niet voor Ververs. Ja, wel voor. Ja, uitstekend. De stofzuiger uit Leiden. Lucas Kruithoff. En doorgedunkt. Door Wenskes op de misser van Ververs. Van de Nelson. Die lekker speelde tegen Apollo. Oeh, een hoog blockshot van Levi. Collins. Mooie spin move. Krijgt hem terug. Had hem niet verwacht om terug te krijgen. Hangende koppertjes. Wordt dit dan ook nog afgemaakt? Oh, and one. Heerlijke bal. Man of the match tot nu toe. Nou, Jeroen van Vugt er ook weer in bij Joost. Kent natuurlijk de plays. Dat is geen probleem. Oh, at the buzzer. Cole, veel contact wat Cole betreft. Kijk naar de scheidsrechter. Krijgt er een onmogelijke bal in, Martin. En als Leiden nu weet te scoren. Oeh, turnover. Dribbelt hem zomaar van zijn been af, Wenskes. En dan ja, direct naar de... Oeh, blockshot. Blockshot van Bouwknecht op het juiste moment op Casero Ortiz. Dat kan ook een teamafspraak zijn. De vraag is of dat verstandig was met 8 punten achter. Ik denk dat Leiden gaat verliezen, Martin. En dat gaat van deze toverbal van Cole. Die nog eens even naar het publiek kijkt erin. Een tergende onhandse score van Cole. Deze bal valt niet voor Wenskes. Rebound is voor Joost. Gaat er nog een fout gemaakt worden? Of een steal zelfs? Oeh ja, goed gedaan van Bouwknecht. En de score. Oh, gaat de vlam nog in de pan, Martin. 12 maart. Ja, inderdaad. 12 maart. Deze bal voor Hammond is goed. 3-punter. Echt afgelopen. Ze hoeft geen eens de lijn meer over, Martin. Zij winnen dik en dik verdiend. Mooie, ja, soort van revanche. Of in ieder geval een mooi visitekaartje van... Naar Paul Verwaak tegen zijn oude ploeg.